Wij zijn nu vandaag bij de Kennel Pride in Amsterdam en wij gaan de mensen op straat vragen, wat is jouw Pride? Wat betekent Pride voor jou? Dat iedereen gelijk is en dat we niet meer mogen discrimineren en dat iedereen gelijke rechten en gelijke kansen moet hebben. Als je terugkijkt vanaf je coming out tot nu, waar ben je het meest trots op? Het meest trots ben ik dat het vandaag de dag in ieder geval in mijn leven eigenlijk niks meer uitmaakt. De mening van anderen, dat boeit me echt totaal niet. Om in je eigen lichaam te zitten en je realiseren, ik ben thuis. Ik ben wie ik ben en het maakt me niet meer uit wat de rest van me vindt. Het is zo'n fijn gevoel. Ik ben het meest trots op dat dit in Amsterdam is. Het is een mooi feest en voor iedereen en een grote opkomst. Dus ja, daar wil je deel van uitmaken. Het meest trots waar ik zelf op ben, is dat ik geen gevoel voor schaamte meer heb. En ik leer mezelf ook steeds beter kennen, iedere dag weer een stukje erbij. Dat het echt in mijn botten zit, van dat het oké is wie ik ben. En dat ik daar gewoon geen enkele twijfel meer aan mogelijk heb. Ik ben het meest trots op dat ik me durf te uiten. Op mijn eigen manier. To be free, in any way. En dat vind ik ook vandaag het mooiste van dit event. Dat iedereen de vrijheid krijgt om zichzelf te uiten zoals je wilt. Waar ik denk wat ik meest trots op ben, is dat ik toen ik hier met mijn moeder was, dat ik uit de kast ben gekomen tegen mijn moeder hier op de Pride. En dat er gewoon super tof wordt gereageerd. I'm proud of being able to be myself anywhere in the world, anywhere that I want. I'm proud to be with my husband and to show us to the world. We're proud to be ourselves. Love yourself. Dat was de Amsterdam Kennel Pride 2023, een heel erg groots kleurrijk feest. En nu gooien we de vraag bij jullie, wat is jouw Pride?